Een kikkervisje. Die heb ik net al proberen leven. Ja, die leeft nog. Je bent bang dat hij weg hebt, hè? Ik weet niet of deze er wel open moet. Want ik weet niet of je... Zullen we dan even kijken hier in deze emmer? Dan kunnen we misschien makkelijker tellen. Die ook schaartjes heeft, hè? Ja. Het staat er ook bij dat hij schaartjes heeft. Wat is dit voor een beestje? Dit is een bloedzuiger. Oh, lijkt me een eng beest. Ja. Ja. Want wat doet hij dan? Die gaat je bloed opzuigen. Zo, zo. Weet je hem? Ja. Heeft hij dat al gedaan? Met de schade. Nee. Oké. Wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn aan het schepnetten. Ah, en wat heb je geschepnet? Ik heb 1 bloedzuiger geschepnet en een kikkervisje. Mm-hmm. En nog heel veel andere beestjes, alleen ik weet de namen niet. Nee, nee. Is dat niet gevaarlijk, zo'n bloedzuiger? Nou, nee, als je er maar niet met je hand in en aan gaat zitten. Want wat doet hij dan? Die kan bloedzuigen, daarom heet het een bloedzuiger. Is die groot? Valt mee. Zijn een beetje zo groot. Hmm. Zeg, ik zie dat je laarzen aan hebt. Heb je ook al een nat potje gehad? Ja. Hier, weet je wat dat is? Wat was je vraag? Hoe oud ben je? 8. 8. En welke school zit je? Windhoek. Ik heb geleerd dat je heel zuinig moet zijn met de beestjes, voorzichtig moet doen. En dat met de visjes moet je ze goed koud water geven. Hmm. Ja, waarom koud water? Omdat als ze warm water hebben, dan hebben ze te warm en dan gaan ze makkelijker dood.